vol. We zitten in de Gigondas. Ja, dat merk je wel. Of zeg jij Gigondas? Eigenlijk is het, je zegt Gigondas, maar ja. Ik ben dan toch gewend om de laatste letter niet uit te spreken. Nee, maar dat moet daar niet. Maar dat zeggen ze, onder een bepaalde lijn zeg je het wel. Dus we mogen het allebei Gigondas, zeggen. Gigondas, ja. Dit is wel Gigondas. Lekker hoor. Schil, rijk, vol. Ook wel een beetje wat je wil, hè? Dat er een bite is, dat er wel die zuidelijke warmte in zit. Zit power in. Ik vind dat deze dat wel doet, hoor. Maar ik vind, je hebt een mooie garik, achter een beetje verschroeide neus, maar er zit mooi fruit in. Ik vind het wel een mooie balans. Ja, die kruidigheid heb jij die van de, van de garik? Ietsje ingedroogde geur, ietsje gestoofd, ietsje geconfijnd, fruit. Beetje zoetig. Haast jam-achtig. Maar wel mooi dat fruit en dat specerij vind ik lekker. Wat ik zo leuk vind is, je hebt dat jamachtige, maar daar komt dus een hoekje. En misschien is dat ook wel de tannine hoor. Gewoon, het heeft duidelijk een hoekje van de kruidigheid, van de tannine. Ja. Ja. Dus het blijft niet zomaar jammy. Nee, maar het zuur blijft ontwekt. Het zet je weer rechtop op je stoel. Ja, nee, dat zuur houdt die balans ook een beetje levendig. Dat houdt het ook een beetje licht. Het is power, het is vol, maar ik vind die zuren wel heel mooi. Dat moet wel hierin. Lekker, goede lengte. Wat kook jij hierbij, chef? Wat kook ik hierbij? Ja, misschien een stoofschenkeltje of zoiets. Met zoiets. Met tomaat of zo, een beetje. Beetje tomaat. Met een beetje tijm, een beetje rozemarijn erin. Een beetje, dat is wel een kookwijn hoor, vind ik. Ik vind ook. Nee, hier ga je wel bij. En hier neem je al een slok van als je het vlees begint aan te bakken. En dan is het al lekker. Dat denk ik ook. Maar ik denk wel dat dit als temperatuur belangrijk is. Dat je het niet te warm serveert, want anders gaat die alcohol een beetje leeg. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Oké, dankjewel. Voel je hem een klein beetje branden? Nou, niet echt, maar het zou kunnen gebeuren. Ja, ik ga kijken wat het is. Het is Domaine Palon. Oké. Inderdaad, uit de Gigondas. Gigondas, wat je wil. Het is Grenache voornamelijk natuurlijk. Met Syrah en Mourvèdre. Komt bij de wijnproevers vandaan. Dan kan de sok er helemaal af. Ja. En we hebben het nog niet over de prijs gehad. Nou, dit is wel best mooi gemaakt. Ja. En wat doe je dan? 15, 16 euro? Ja, 18,95. 18,95, oké. 18,95, dan zitten we in de buurt. Ja.